Ja. Hier is die hoek, hè. Hier is die hoek, want hier is die kerkachtig. En wat gebeurde hier? Ja, hier waren die rellen. He, hier, waren die, hier was die politie met dat traangas actief. In 1975 stond de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt op zijn kop. De gemeente wilde een metrolijn onder de buurt aanleggen en daarvoor een deel van de oude panden slopen. Buurtbewoners, krakers en studenten stonden uiteindelijk lijnrecht tegenover een enorme politiemacht. En Willem Langeveld was erbij. Het is allemaal nog authentiek. Ja, dit is natuurlijk helemaal nog authentiek, hè? Dit was allemaal wel afgezet gebied, hè? Door die politiemacht. Die stegen vooral hadden geblokkeerd. Dat hier niet vrije in- en uitgang was. Dit kon je ook niet in. Hier. Waarom ben je er eigenlijk naartoe gegaan om dat te filmen? Ten eerste vond ik het belangrijk dat deze dingen geregistreerd werden. En later ging ik filmen. Om het eigenlijk om het vast te leggen en ook in een vorm die andere mensen zou aanspreken en activeren om zich tegen dit soort ontwikkelingen te verzetten. Dus je was een activist met een camera? Ik was een activist met een camera. Waarom moest die metro dwars door deze buurt? 5 jaar lang hebben de Nieuwmarkters plannen gemaakt om de metro anders te laten lopen. Maar het mocht niet baten. En zo zal ook dit prachtige stukje Amsterdam geheel de vernieling ingaan. In die buurt was een actiegroep gaande. Al een hele tijd die op allerlei manieren geprotesteerd heeft bij de gemeente, zonder succes uiteindelijk. Daar was natuurlijk eigenlijk het centrum van het verzet, waarbij zich studenten, linkse mensen van buiten de buurt en zo ook aansloten. Hey, get up, stand up, stand up for your right. Ja, dit is natuurlijk, dit zijn beelden waar je wel even de schrik van krijgt. Want het was een massale opkomst van de politie, die wethouder Langers, die had een massale troepen politiemacht op de been gebracht. Hè? En ze provoceerden ze ook eigenlijk door die enorme macht op de been te brengen. Het ging erom dat toen de huizen zouden worden afgebroken. En daar had zich het verzet op gericht natuurlijk, om dat tegen te houden. Dit allemaal, dit hele gebied hier op de Nieuwmarkt, dat stond vol met politieautootjes. Daar was een behoorlijke ME-macht op de been gebracht. En de straatjes hier, die waren allemaal afgesloten. Daar kon je dus niet in of uit. En de mensen die ze verzetten, die zaten in dit gebied. Zaten in de panden ook? Die zaten in de panden. En die probeerden dus die panden te verdedigen. De politie laat zich niet onbetuigd. Er wordt flink geslagen en zuinig met traangras is men ook al niet. Ik,
ik heb daar geprobeerd te filmen. Maar er was zo'n ongelooflijk hoeveelheid traagas dat het was juist waar het gebeurde. Ik kon zelf niks zien, dus dan kan je ook heel slecht filmen. Dit hebt u van televisie? Deze, ik heb een deel van de televisie overgenomen. En waren dit journaaluitzendingen of zo? Ja, we waren op het journaal. Die zaten in bepaalde huizen en zo. Die hadden een betere kijk op de zaak. Je loopt dan heen en weer. Je moet er ook nog uitkijken dat je geen steen in je kop krijgt op een gegeven moment. Ik bedoel, het was niet zo prettig. En dan, je hebt maar van die filmpjes. En je moet ze nu in je filmpje ook wisselen. Dat is ook nog zoiets. Na dat gewelddadig herstel van de orde, kon dan met de sloop worden begonnen. Uiteraard onder bescherming van een enorme politiemacht, deden de slopers hun werk. Kijk, nu is hier de kinderspeelplaats. Huh? Ja. Ach, het is er niet, in dat opzicht is het er allemaal niet op achteruit gegaan hoor. Hè? Maar begrijp ik nu dat je een stuk milder bent geworden? Ach, natuurlijk wel, ja. Ik ben ook weer wat ouder. Hè. Toch wappert de vlag van het verzet nog boven de geteisterde wijk en stad. Er zal moeten worden doorgestreden door gewone mensen. Want wat hier vandaag gebeurt, komt morgen elders. Dit zijn overblijfselen van de muren die hier later als decoratie zijn aangebracht. Zodat het toch nog steeds in de herinnering blijft. En dat moet ook zo blijven. Ja? Ja, vind ik wel. Ja. Moet niet verloren gaan. Dan is de strijd niet voor niks geweest.